Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland en het is dikke bewolking en dat betekent dat er regen uitvalt. Lokaal is er al meer dan 50 mm water gevallen. Met name in de Achterhoek en ook in de Noordoostpolder is het erg nat. En er komt nog meer regen bij, want ook vanavond en vannacht blijft het dus regenen. Sterker nog, ook morgen overdag moeten we nog rekening houden met de regen. Op de radar lijkt het momenteel dat er ook al wat droge plekken zijn, maar dat is niet helemaal waar. Want in de gebieden waar geen neerslag valt of lijkt te vallen, daar valt wel degelijk wat lichte regen of motregen. De temperatuur die ligt momenteel zo rond de 17 graden. Vanavond verandert die niet veel. Het kwik daalt naar zo'n 15 tot 16 graden. Zoals gezegd, het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen of motregen. Dat geldt ook voor de nacht. De temperatuur die daalt dan naar zo'n 13 tot 14 graden. Zowel vanavond als vannacht staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Morgen wordt het dan vanuit het zuiden langzaam maar zeker wat droger. Maar het duurt tot de avond voordat het in het noorden van het land ook wat droger wordt. In het zuiden kunnen er dan wat opklaringen komen, maar bewolking blijft toch wel overheersen. Temperatuur ligt morgenmiddag rond de 17 of 18 graden. De wind die waait uit het westen is meest matig en draait in de loop van de middag naar het zuidwesten. Vanaf woensdag zien we duidelijk wel een weersverbetering. De zon die komt vaker tevoorschijn en de temperatuur die gaat omhoog. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden. Dat is nog wel te fris voor deze tijd van het jaar. Op donderdag blijft het overal droog en de temperatuur kan dan stijgen naar zo'n 24 graden in het midden en zuiden van het land. De wind draait naar het zuiden en later ook naar het zuidoosten. En dat betekent op vrijdag nog wat hogere temperaturen. Dan kan het in het midden en zuiden van het land wel zo'n 25 graden worden. Ook in het weekend ziet het er goed uit met zonnige perioden en droog weer. Zowel op zaterdag als op zondag komt het kwik aardig in de buurt van de 25 graden. Vanaf maandag wordt de weersverwachting erg onzeker. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.